het voelt eerst euforisch natuurlijk. Maar tegelijkertijd ook onwerkelijk van oké, gaat het nu echt gebeuren? Ja, het gaat echt gebeuren. En dat na jarenlang getouwtrek en juridische procedures. De Westlandse gemeenteraad heeft zich namelijk vanaf 2016 tegen de komst van de islamitische school verzet. Maar nadat zelfs de minister en de koning zich eind vorig jaar met de kwestie gaan bemoeien, moet het Westlands College wel op zoek naar een locatie. Dit tot ongenoegen van de tegenstanders van de school. Het college heeft actief meegezocht naar een locatie. Daarvan hadden we eigenlijk gezegd, doe dat niet. We hadden we opgeroepen samen met Westland Verstandig en de LPF. Maar blijkbaar hebben ze het wel gedaan. Want die locatie is gevonden in Naaldwijk. De school komt in het gebouw waar nu de openbare Daltonschool zit. De raad lijkt zich bij het besluit neer te leggen, hoewel er op dit moment nog wel een hoger beroep tegen de komst van de school loopt. Al is het de vraag of dat nog zin heeft. In principe is dit een collegebesluit en het college heeft dit besluit genomen. Dus in principe, wettelijk gezien, is het nu wel rond. Je weet vanuit het verleden dat wij alles hebben aangegrepen om het te voorkomen. Met de reden die wij daar zelf bij hebben. We willen liever alles ecumenisch. En dat is helaas niet gelukt. De islamitische school zou in augustus dan eindelijk echt open gaan. En de eerste aanmeldingen stromen al binnen. We zitten nu ook, geloof ik, op 20 aanmeldingen. Afgelopen vrijdag was het of zaterdag. Dus dat binnen één dag. Wij worden gewoon een van de beste basisscholen van het Westland.